Het is geworden het duo... Birgit en Kiek! Oké, kom maar deze kant op. Het is de tijd voor... Zet live onder spanning. Dames. Deed je dit jaar nog of? Ja, jullie mogen daar naartoe. Jullie mogen naast Klaas gaan staan. Ja, zit hij erin? Zo, even de zenders worden goed gehangen. Ja, ga ernaast staan. Ja. De bedoeling is dat jullie goed vasthouden. Eén hand boven, één hand onder. En er staat nu nog geen spanning op. Dus er is nog niks aan de hand. Ik ga jullie vragen stellen. Ik heb 5 vragen. Maar zodra jullie 3 foute antwoorden hebben gegeven, dan het spel afgelopen, haal ik deze hendel over. En staan jullie onder spanning. Oh man. Vraag 1. Oh, Klaas, ik heb u zo... Doet het pijn? Ja! Ja, het doet heel veel pijn. Ja. Oké, vraag 1. Het gaat allemaal over sneeuw, want het is natuurlijk hartstikke koud buiten. En er zijn al op heel veel plaatsen in Nederland sneeuwvlokken gevallen. Maar mijn vraag is, hoe groot is de grootste sneeuwpop ter wereld? In meters... Meters. Ja. 20? 20 meter. Jullie mogen een afgerond antwoord geven. 20? Nee, maar 20 meter is... Dat kan echt niet, jongens. Weet je hoe groot 20 meter is? Oké. 15. 10 naar 15. 15 meter is groter dan een huis, hè? Oké. 10. 7? 7 meter. 7 meter? Hoe hoog sneeuwpoppetje heb je dan? Dat is natuurlijk niet genoeg voor een wereldrecord. Dus je zit er echt ver naast. Het is hartstikke fout. Het goede antwoord had moeten zijn 34,63 meter. What? Ja, en dat zijn ongeveer 6 huizen bovenop elkaar. Ja. Niet normaal. Ja, is gemaakt in Amerika. Ik wil die sneeuwpop zien. Die hebben ik heb natuurlijk... er wel een foto van. Die kan ik wel even op Instagram knallen. Zo. Ja, okay. Vraag 2. Staal zet uit als het warm wordt. En dat kan de hoogte van bepaalde metalen bezienswaardigheden doen verschillen. Mijn vraag is, hoeveel kleiner is de Eiffeltoren in de winter bij min 10 ten opzichte van de zomer wanneer het 20 graden is? Hallo, oh, daar staan ze hier, dat is brugklasse. Dit wist ik. Nou, wist. Even kijken. Het gaat over een paar centimeter, denk ik. Ja. Hij is een paar centimeter groter in de zomer. Dus ik denk een centimeter of 5 of zo? Nee, wel meer. 15. 15, ik hoor 15. 15? Ja. Dat is zo'n lel, hè? 15 centimeter? Ja, 15, ja, zeker weten. Oké, 15. Dat is fout, hè? 15. Okay. Ik zeg 5. 15 centimeter. Ja, ja. Oké, nou prima. Wij hadden afgesproken, publiek, dat als jullie een goed antwoord wisten, dat jullie het niet zou voorzeggen, maar het is gewoon goed! Ja! Ho! Oké, vraag 3. Uit hoeveel watermoleculen bestaat een gemiddelde sneeuwvlok? Yo, echt? Ja. Een gemiddelde sneeuwvlok. Een gemiddelde sneeuwvlok uit hoeveel watermoleculen? Ja, niet zo veel, denk ik. Toch? Moleculen is superklein. Ja. Dus er zitten echt wel een paar moleculen in een sneeuwvlok. Maar ja, hoeveel? Geen idee. Weet ik veel. Nou, doe een gok. 1000. 1000? Ja, en dan mij aankijken zo van, wat dom dat je dat niet weet, Klaas. Ja. Nou, Klaas, wat dom dat je dat niet weet, want 1000 is niet het goede antwoord. Okay. Een gemiddelde sneeuwvlok bestaat uit wel 180 miljard watermoleculen. Zo zaten er 2 vragen maar, fout. Luister, die sneeuwvlok waar ik het over had, was een hele kleine. Mini, maar ik zei de gemiddelde. Helaas. Ja. Jullie hebben al 2 vragen fout. Als het volgende antwoord fout is, dan haal ik de hendel over. Ja. Vraag 4. Met welke snelheid valt een gemiddelde sneeuwvlok? Are you kidding me? Is er serieus iemand geweest die... snelheid heeft gemeten van een sneeuwvlok? Ja. Dat hangt toch ook bij windstil? Dus... Nee, het is gemiddeld. En nou mogen jullie iets zeggen. Weten jullie het, jongens? 12,5? 3,5 kilometer per uur? Luister. Sneeuw gaat, als het gemiddeld valt, niet sneller dan je loopt. 6 kilometer per uur is sneller dan dat je loopt. Zo snel valt het niet, het dwarrelt naar beneden. Dus ik die 3,5 vind ik wel een goeie. Ja, 3,5. Ja? Dat was niet het goede antwoord. Helaas! Wat was 5 kilometer per uur. Waarbij regen ongeveer met een gemiddelde van 36 kilometer per uur valt. Ja. Jongens, ik heb hier heel veel zin in. Handje boven, hou je vast. Handje boven, handje onder. Daar gaan we. In 3. In 2. In 1. Geef ze even een hard applaus. Hier,
Fantastisch. Bam, daar komt hij aan. Het duurde eventjes, maar daar komt hij hoor. Ah. Oh my God, komt hij nog of niet? Hij duurde lang, hè, deze keer. Bam, ja. 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 Oh. Oh, mag duidelijk zijn dat daar niks...